Medische cannabis is in België nog steeds niet voldoende beschikbaar. In Nederland kunnen patiënten wel in de apotheek terecht voor medicinale cannabis op doktersvoorschrift. De meest voorkomende indicaties zijn chronische pijn, neurologische aandoeningen en pijn bij kanker. Medcan VZW is de patiëntenbelangenvereniging voor medicinale cannabis. Mijn naam is Paul Lebbink, ik ben apotheker hier in Den Haag, inmiddels al zo'n 28 jaar. We krijgen heel erg veel reacties uit België van mensen die graag de cannabis willen proberen, willen betrekken. Alle vragen die we tot nu toe gehad hebben zijn echt serieuze vragen geweest. Uiteraard hebben wij geen contacten met artsen in België, dus wij proberen zoveel mogelijk door te wijzen naar Medcan, omdat die gewoon als vereniging daar de meeste kennis over heeft. En ook het beste alle patiënten uit België kan helpen en bedienen. Ik ben Patrick van Krunkelsven, huisarts in Laakdal. En ik behandel toch al misschien een paar tientallen jaren patiënten met cannabis. Alhoewel zeer sporadisch. Dat is zeker niet iets dat we vaak doen, maar toch al een geruime tijd. Ja. Ik ben Jacques Janssens, ik ben oncoloog. En werk ook in de Universiteit van Hasselt. En ik zie ongeveer 6000 kankerpatiënten per jaar. En Medcan is een organisatie die ik een paar jaar geleden niet kende. Twee jaar geleden heb ik het eerste contact gehad. En ja, dan is het altijd voorzichtigheid geboden wat betreft een product dat men niet zo goed kent. Maar Medcan is uiteindelijk een organisatie gebleken die zeer betrouwbaar is. Zeer goed overkomt met de patiënten. En waar men zeker kan op vertrouwen om goede informatie te krijgen omtrent het voorschriftgedrag van cannabis. Medicinale cannabis is eigenlijk een vrij veilig product met een hoge therapeutische veiligheid, zeggen we. Dus je moet al heel veel nemen om daar echt in gevaar mee te komen. Nu, het grootste gevaar volgens mij is toch vooral bij jonge mensen. Omdat wij weten dat mensen met een onvolwassen brein, dus min 18-jarigen en zelfs ook toch de jaren daarna, toch wel een grotere gevoeligheid hebben om daar afhankelijk van te worden. Eventueel psychoses te doen en dat soort dingen meer. Dus bij jonge mensen zou ik er heel voorzichtig mee zijn. Dat is voor mij iets van de belangrijkste zaken. Daarnaast goede indicaties stellen. En toch de laagst mogelijke therapeutische marge opzoeken. Het is niet de bedoeling dat mensen high worden van cannabis. Juist niet voor medisch gebruik. Maar net die dosis zoeken die wel de klachten kan opheffen zonder dat mensen daar last van hebben. Er is ontzettend veel cannabis beschikbaar via internet. En daarvan weten we de kwaliteit gewoon niet. En dat betekent dat je niet weet welke inhoudstoffen, welke van de cannabinoïden betrokken zijn bij de medicatie die men via internet betrekt. En dan weet je ook niet of er gewoon een interactie zou kunnen zijn met bestaande medicatie. En wij vragen als apotheek altijd een recept. En dat doen wij omdat wij eigenlijk de cannabis zoveel mogelijk in het medicinale circuit willen onderzoeken. De meeste patiënten wat dat bij Medcan terechtkomen, zijn toch wel mensen die wat al langere tijd hebben nagedacht over het opstarten van medicinale cannabis. Maar zij willen dat vooral op een veilige en verantwoorde manier doen. En daarom dat het voor hun belangrijk is om dan ook in contact te komen met artsen en zeker en vast te weten met welke cannabissoort dat zij moeten opstarten. Ook de toedieningswijze voor de cannabis is enorm belangrijk om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk neveneffecten aan de behandeling verbonden zijn. Als patiënt te registreren bij Medcan, vul je eigenlijk het registratieformulier in op de website. Je ontvangt dan een mail en dan kan je een datum kiezen om bij ons op intakegesprek te komen. Het eerste intakegesprek wordt eigenlijk de situatie van de patiënt besproken, de achtergrond, de geschiedenis. Er wordt een korte vragenlijst overlopen, wat ons toelaat eigenlijk om het dossier van de patiënt volledig op te stellen, zodanig dat onze medische raad alle dossiers op een grondige en correcte wijze kan screenen. De medicinale cannabis is meer dan 15 jaar inmiddels beschikbaar in Nederlandse apotheken. En het is eigenlijk altijd gewoon beschikbaar geweest in de vorm van gedroogde blaadjes. Het wordt op die manier aangeleverd in een potje. Hier zitten blaadjes in die gedroogd zijn. En daar zitten ook de inhoudstoffen in die verantwoordelijk zijn voor het medische effect. En we hebben dus nu een olie. En we weten ook dat wanneer we een druppel van deze olie geven, dat we ook 1 milligram geven van een bepaald cannabinoïd. De indicaties om cannabis te gebruiken zijn zeer divers. Het is echt uiteenlopend. We horen heel veel reacties terug van patiënten die vooral blij zijn dat ze veel minder pijn hebben. Die eens een keer wat beter geslapen hebben. Die wat meer eetlust hebben. Maar we hebben ook patiënten die veel minder aanvallen hebben bij Gilles de la Tourette. Die veel minder aanvallen hebben bij migraine.
die veel minder trillen bij MS. En dat zijn geweldige, voor die mensen, echt geweldige vooruitgangen. Wanneer een patiënt in een situatie komt waarbij genezing bijna onmogelijk is of onmogelijk is, dan telt de levenskwaliteit. En alle middelen die de levenskwaliteit kunnen beïnvloeden en verbeteren, die zijn nuttig om aan te wenden. En daar behoort ook cannabis tegenwoordig bij. Een heel pertinente indicatie is multiple sclerose, MS, hè, waar we een samengaan hebben van spierspasmen en neuralgische pijnen. Dus pijnen die echt door het zenuwstelsel worden veroorzaakt. Dat is eigenlijk goed onderbouwd. Ook andere neuralgische pijnen die niet onder controle kunnen gebracht worden met klassieke therapieën. Ik denk ook aan kankerbehandelingen, mensen die misselijk zijn, die chemotherapie niet goed verdragen. Dus dat kan cannabis denk ik ook ondersteunend zijn. Het zijn zowat de klassieke indicaties. Wel, medicinale cannabis is een bijzonder interessant product omdat het zoveel eigenschappen heeft. Weliswaar zijn ze moeilijk te voorspellen op individuele basis, maar ze hebben eigenschappen. En ze kunnen bijvoorbeeld een zeer goede adjuvant zijn, een additief aan onze pijnbehandelingen. Ook soms werken ze anti-emetisch, dat wil zeggen tegen de misselijkheid. En zo zijn er een aantal eigenschappen die cannabis heeft en die zeer nuttig kunnen zijn bij de oncologische patiënt. Het is zo dat niet iedere patiënt wat bij ons terechtkomt ook een positief adviesverslag krijgt voor medicinale cannabis. In het geval van een negatief adviesverslag, dan wordt ook heel goed beargumenteerd waarom dat zo is. Dat wordt altijd op een zeer objectieve manier duidelijk gemaakt door onze medische raad. Moest de arts de behandeling van de patiënt willen bijstellen, dan kan hij of zij nog altijd beroep doen op de diensten en de expertise van MedCan en de medische raad. Patiënten wat bij hun eigen arts niet geholpen kunnen worden met medicinale cannabis, kunnen eventueel bij MedCan nog terecht voor een doorverwijzing naar een van onze artsen, waarbij ze wel op een professionele manier en vanuit een ervaringshoek geholpen kunnen worden met medicinale cannabis. Patiënten hebben vaak vragen over medicinale cannabis en ze kunnen zich, als ze daar vragen over hebben, zeker richten tot hun arts, maar heel vaak is die toch niet zo goed op de hoogte. Ik denk dat MedCan in België op dit moment de beste organisatie is om informatie in te winnen. Ook een heel goede website is het Nederlandse Cannabisbureau, waar eigenlijk heel veel juiste informatie over staat over cannabisgebruik en hoe dat je het kan gebruiken. De ervaringen met MedCan zijn zeer goed. Gewoon een betrouwbare instantie die goed weet waar ze het over hebben. Die betrouwbare adviezen geeft aan patiënten en aan artsen. En die ook de mensen gewoon echt goed op weg helpen. Die dat niet doen uit een soort van geldbejag, uit geldgewin, maar uit betrokkenheid bij het lot van de mensen.